Het percentage van bedrijven dat slachtoffer wordt van een cyberaanval is zeker hoger dan 20%. De meeste van die aanvallen komen dan binnen via phishing. Zeker binnen phishing wordt nu ook meer en meer gebruik gemaakt door de hackers van artificiële intelligentie. Je ziet wel dat die phishingmails hoger niveau zijn. Natuurlijk kunnen we artificiële intelligentie ook gebruiken in de andere richting. We kunnen het ook gebruiken om phishingmails te herkennen. Op het gebied van sectoren zijn veel bedrijven die denken we zitten in een sector die niet kwetsbaar is, maar ik moet dat te stellen te ontkennen. Elke sector is vandaag risico en kan slachtoffer worden. Natuurlijk bedrijven die heel veel data-uitwisseling doen, die heel veel met mail werken en dergelijke, die gaan natuurlijk een iets hoger risicoprofiel hebben. En ik zou daarom aanraden, elk bedrijf zou best aan zijn cyberveiligheid werken. Veel bedrijven nemen vooral maatregelen rond technische aspecten, maar je moet ook denken aan je beveiliging, de eerste lijn, en dat zijn de mensen. En daarom is opleiding heel essentieel, want je mensen zijn je eerste lijn van beveiliging. Die kunnen detecteren als er iets verkeerd gaat in het bedrijf. Die moeten bijvoorbeeld ook een mail kunnen herkennen van is het een phishing mail of is het een echte mail. Dus daarom opleiding essentieel en iedereen in het bedrijf, want iedereen komt wel in aanraking met ergens op data-uitwisseling. Ga zeker kijken op de Vlaio-website, vlaio.be/cybersecurity. Daar vind je heel veel informatie rond bijvoorbeeld ondersteuning KMO-portefeuille, cybersecurity verbeterd trajecten, maar ook wat dat partners doen als activiteiten. En ik zou zeggen, voor bedrijven die het 10 jaar of 20 jaar geleden nog niet mee gestart zijn met beveiliging, doe het dan zeker nu. Wacht niet tot morgen, want het kan te laat zijn. Dus begin er vandaag aan.